Jos heeft deze vervangen. Dan de strijd om de plaatsen 1 en 2. Het was 1 seconde op de tweede plaats, dames en heren. De dame die eerste was bij het EK onder 23 dit jaar. Die eerste was bij in Schorrel. En 11e van de wereld bij de 10 kilometer. Tijdens de wereldkampioenschappen geeft ze een geweldig applaus. Jip Vastenburg. Met de dame die vandaag ook eindelijk zou starten in de halve marathon van Parijs. Ze wint de Zevenheuvelenloop in de tijd van 50 minuten en 5 seconden. First place, Seven Hills Race van Ethiopië. Jedenes Tilloen. En zij krijgt de loper uit handen van Jan-Willem ter Stegen, algemeen directeur Scholten Aanwater. Dames en heren, wat een plaatje. Geef ze een geweldig applaus. Jedenes, Jip en Jomoggi. Als de foto's klaar zijn, gaan we huldigen de snelste Nederlandse mannen van vandaag. Op de derde plaats is daar gekomen van hardatletiek in een tijd van 45 minuten rond Khalid Soukout. Op de tweede